Hallo, daar ben ik weer, maar dit keer vandaag met Mr. J. Jullie kennen hem natuurlijk al van de boeken Mr. J Loves Crochet, Car Buddies, Knuffelkussens, Hero en de Draak. Maar ook dit jaar is natuurlijk J weer bij ons op de Creadoe. We zijn samen eigenaar van Perra en Pasha. En op de Creadoe heeft hij altijd weer wat spectaculairs om te laten zien. En vandaag wil hij jou heel graag laten zien wat hij gemaakt heeft. Dus kan je me vertellen wat je hebt gemaakt? Ik heb dit keer een schattige panda gemaakt. Een panda heb je gemaakt? Hij is echt super cute, dus die mag ik hem even vasthouden. Ja, natuurlijk. En die heb je gemaakt met je eigen garen, zover ik weet. Ja, en dat Mr. J Artist en Mr. J Plush. Mr. J Artist, maar die zie ik niet. Waar zit die Mr. J Artist dan? Want dat is een acryldraad. Ja, dat is een acryldraad. Basis van deze pop haak je met de Artist achterste lus. Oh, je haakt hem eerst in de achterste lus? Ja. Daarna haak je met de voorste lus, met de Mr. J Plush. Oké, dus eigenlijk, want je hoort heel vaak hoor je dat mensen zeggen van nou, ik vind het heel erg lastig om met zo'n pluisdraadje te haken. Maar wat je hebt gedaan, dus je hebt eerst alles in de achterste lus gehaakt met een gladde draad, als jouw acryldraad Mr. J Artist. En daarna in de voorste lus heeft ze dus de Mr. J Plush gebruikt. Maar jij vertelde me, want ik zie hem vandaag voor het eerst, ik vind hem echt super leuk. Heb je hem al gezien? Moet ik hem even dichtbij zien. Kijk eens, dat is hem. Hallo. Er zit wat speciaals in, zei je, maar ik zie nog niks speciaals. Kan je mij vertellen wat er zo speciaal in deze panda is? Het is speciaal een muziekdoosje. Een muziekdoosje? Ja. Moet ik aan zijn hoofd trekken dan? Nee. Zijn armen? Je trekt de start. Oh, kijk nou! Met een muziekdoosje. Ja, dat is leuk voor de baby's. Of voor mijzelf. Ja, voor jezelf kan ook. Lekker slapen inderdaad. Hé, wat leuk zeg, er zit dus een muziekdoosje in zijn staart en die gaat vanzelf, gaat hij dus weer langzaam terug. Ja. Lijkt nu in iets anders. Gelukkig is het wit en niet bruin. Ja. Maar hartstikke leuk. Hé, daar zijn dus pakketten van. Die zijn exclusief verkrijgbaar bij ons op de stand op de Creadoe. Alleen op de Creadoe dus verkrijgbaar. Dus ben je in Utrecht volgende week, en als je deze video misschien volgende week ziet, dus één deze dagen. Kom dan zeker even langs op de stand van Perra en Pasha en koop dit exclusief pakket waar dus al het garen in zit. Hè? Dus de arten zitten erin, de plus zit erin. Zit erin, ogen zitten erin. Neus, muziekdoosje. Alleen geen vulling volgens mij. Nee. Maar goed, we hebben allemaal wel een kussen thuis. En een haaknaald. Ook geen haaknaald? Geen haaknaald. Dat is een beetje jammer, hè? Ja, sorry. Maar goed, iedereen heeft haaknaalden en vullingen thuis, dus dat maakt allemaal niet uit. Deze panda, exclusief verkrijgbaar op onze stand van Perra en Pasha. De panda, heeft hij ook nog een naam? Pumba. Pumba. Pamba Pumba. Dat moet je niet te vaak achter elkaar zetten. Nee. Nou, bedankt weer voor het kijken. Vond je deze video leuk? Laat het hieronder even weten. Abonneer je ook even op ons kanaal. Dat kan ergens hierboven of misschien daarboven. Nou, dan moet je even kijken hoe je aan het kijken bent. Maar je kan hierboven ergens je abonneren op ons kanaal. Zo ben je altijd op de hoogte van al onze nieuwe video's. En dan zeggen wij eigenlijk tot op de Creadoe, toch? Dankjewel. Dankjewel. Doei.